Aan het begin van de openbare vergadering in de Nationale Assemblée vandaag hebben diverse leden de aandacht gevraagd voor problemen waarmee de gemeenschap kampt. Wateroverlast is volgens NDP-parlementariër Tatjana Loosje een groot probleem in zowel stad en district. In aanloop naar deze regentijd zijn trensen niet opgehaald en zijn wegen niet onderhouden, waardoor ze nu onbegaanbaar zijn. En we roepen de regering op om hier zo snel mogelijk een oplossing in te brengen. We hebben tegen deze tijd, vorig jaar, ook hieruit moeten leren. Omdat wij weten dat er uitspraken toen zijn gedaan waarbij de regering op de vinger is getikt. Met als zou zijn dat de samenleving afgestraft zou moeten worden. Nu zitten we weer in dezelfde situatie en we zien dat de regering hieruit niet geleerd heeft. De mensen hebben het heel erg moeilijk omdat ze dan in water moeten lopen. De auto's kunnen dat niet meer aan. We zien ook in het achterland wat er gebeurt en we vragen acute aandacht. Dat de regering echt de mensen in nood gaat helpen in de wijken binnen Paramaribo, maar ook in het achterland. In tegenstelling tot Loosje vindt VHP-parlementariër Ronnie Aluma niet dat de samenleving wordt afgestraft. Aluma wijst erop dat de natuur zijn werk doet en dat de regering reeds acties heeft ondernomen. Weliswaar niet genoeg. Maar de regering is bezig te luisteren naar de mensen. Het ministerie van Onderwijs heeft evacuatie gepleegd. De leerkrachten zijn in de stad, maar mijn probleem is, minister, via uw voorzitter, zijn de schade die de leerkrachten lijden. Door de wateroverlast, hun keukengerei, hun klerenkast en noem maar op, worden aangetast. Ook de vleermuizen vieren hoogtij en de houtluizen, nu zijn ze niet daar. Ik hoop, minister, dat u dat ook meeneemt in het schaderapport. We zien dat de NCCR al actie hebben ondernomen, voorzitter. En beelden hebben mij ook bereikt. En het is geen wereldnieuws meer. Wereldnieuws in beeld. Het is de keiharde realiteit. En vanmorgen had ik een gesprek op een radiostation. En ik praat over klimaatverandering. En ik word gecorrigeerd. En men zegt, het is geen klimaatverandering meer. Het is een klimaatcrisis. Daar zijn we erg aan toe. En ik hoop dat de regering plannen zet om deze situatie in ieder geval te controleren, maar bovenal te voorkomen. Aluma hoopt dat er studie wordt gedaan naar dit natuurverschijnsel en de gevolgen voor de mens, waardoor de regering de juiste maatregelen kan treffen.